Het is tijd om over juridische zaken te praten. We gaan het hebben over een moeder die de verwekker van het kind buitenspel zet, maar de rechter draait dit terug. Het is een opvallende zaak. Rosanne Dijkstra van Okkers en Schop, goedemorgen. Goedemorgen. De moeder zet de verwekker van het kind buitenspel, kortom de vader van het kind. Precies, de biologische vader. Maar ja. Waar, dan praat je toch over de vader, niet over de verwekker? Of hebben ze zo'n band dat je zegt van nou, van vader is niet meer... Ja, het is wel grappig dat je dan meteen inderdaad opvalt. Je hebt natuurlijk de biologische vader en de verwekker, maar dat hoeft niet altijd samen te vallen. Want de verwekker is degene die het kind op een natuurlijke wijze heeft verwekt. Maar ja. De biologische vader kan natuurlijk ook een zaaddonor zijn. Oh. Daar zit dat verschil in. Dat is juridische termen. Dan ja. Sta je als vader heel anders in het spel. Ja, maar in dit geval was hij inderdaad gewoon de verwekker. Hè? Want was hij sprake van een... Ze wist nog wel wie het was. Ze wist wie het was. Het was een one-night stand inderdaad. Maar ze wist wel wie het was. Sterker nog, de vader, of ja, de verwekker, wist ook dat de moeder of dat de vrouw zwanger was. Dus er was ook contact gedurende de zwangerschap en alles. Maar toen... En die wilde ook herkennen? Die man wilde heel graag herkennen. Want dat moet voor de geboorte, hè? Dat mag voor de geboorte, maar dat kan ook daarna. Oh, ja. Okay. Maar de moeder moet wel toestemming geven. Want er zijn toch twee stappen die je moet nemen voordat het kind geboren wordt ook? Ja, je moet aangifte doen. Of je bedoelt van tevoren? Van tevoren al. Ja, van tevoren. Zijn toch twee dingen of niet? Voordat het kind geboren is. Oh nee, gezag is na afloop. Gezag is daarna. Ja, je kunt nog geen gezag uitoefenen, maar je kunt wel erkennen inderdaad. Ja, precies. Dus je kunt inderdaad voor de geboorte erkennen of daarna. Maar in beide gevallen moet de moeder wel akkoord zijn. Ja. Dus ook al zeggen, ja, ik ben de vader, biologisch vader, tevens verwekker. Maar als moeder zegt, ja, nee, ik wil het niet. Kan ze dat tegenhouden? Dus even voor mij, want het gaat nu wel heel snel. Ja. Je wrijft de one-night stand. We beginnen met de one-night stand. One-night stand 2016. Ja. Die hebben daar gewoon leuke dingen gedaan. Die hebben een beetje samen lopen puzzelen. Daar, ze was zwanger en ze is naar die one-night stand gegaan. Ze zegt, joh, ik ben zwanger van je. Ja. Oké, okay, en toen? Nou, en toen is die man ook betrokken geweest wel bij de zwangerschap. Tot op een zekere hoogte. Maar toen die man aanspraak wilde maken op erkenning van het kind, toen hield de vrouw de boot al af. Want zij had een overeenkomst ook zelfs opgesteld van dat hij afzag van erkenning. Maar waarom heeft ze het hem dan gemeld? Ja, dat is... Je had ook kunnen denken, ik zeg lekker niks. Ja, misschien is hij er gewoon achter gekomen ook. Dus ze begon op een gegeven moment natuurlijk wild te groeien. Ja. En heeft hij dat gezien? Ja, maar hoeveel contacten heb jij nog na een one-night stand met je one-night stand? Nou ja, geen toch meer? Dat vertelt het verhaal hier even niet. Maar er zal ongetwijfeld dus toch contact geweest zijn. Of dat ze het inderdaad wel zo netjes vond wellicht om hem op de hoogte te stellen. En misschien dat ze pas later ook ging denken van ja, maar ik wil jou eigenlijk helemaal niet. Ik wil geen familierechtelijke band met jou of dat mijn kind dat heeft. En dat toen later in dat proces zij dus dat standpunt is gegeven. Dat recht heeft zij dus ook, hè? In eerste instantie heeft zij het recht om dat te kunnen weigeren. Maar ja, daarvoor hebben we natuurlijk wel in Nederland ook de rechtbank die daar wat van kan vinden. Ja. En de verwekker kan in zo'n geval zeggen, ik stap naar de rechter en ik vraag vervangende toestemming aan de rechtbank om mij alsnog die toestemming te geven om te erkennen. Ja, ja. Maar, dat is een beetje een principe kwestie, denk ik. Hè? Want wat heb je als recht te ontlenen als vader daaraan? Ik bedoel... Nou, je hebt best wel een hele grote kans dat ook gewoon normaliter gewoon lukt. Want kijk, het kind heeft ook belang bij... de biologische werkelijkheid is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Dat het kind ook die band heeft, een juridische band heeft met de echte vader, zeg maar. Want dat betekent natuurlijk ook dat zij helemaal financieel niks van die man kan vragen. Hè? Want als zij dus op een gegeven moment zegt van nou, ik wil dus helemaal niks met jou te maken hebben. En ik herken het ook niet dat jij de vader van het kind bent. Dus ik voel het helemaal alleen op. Ja, kan nog wel. Maar dat kan, echt waar? Ja, je kunt dus ook om alimentatie vragen. Ja. Oeh, dus waar een one-night stand dan niet op uit kan draaien, zeg? Ja, zeker. Uiteindelijk. Ja, inderdaad. Ja. Nee, inderdaad. Maar in dit geval was het natuurlijk zo dat die vrouw die dacht van nou, ik wil jou dus niet als juridisch vader hebben. En ze had een hele goede vriend. De vriend van overleden vader van haar. Die was al wat ouder. Getrouwd met een andere vrouw. Maar zo'n goede band met elkaar dat ze zegt van nou, wil jij mijn kind niet erkennen? Dus die man... Oeh. Opmerkelijke situatie. Ja, die man heeft snel na de geboorte van het kind, nog geen 3 maanden na de geboorte, die heeft snel het kind erkend met toestemming van de moeder. Ja. En toen kwam die verwekker daarachter. Maar ja, wat moet hij doen? Die stapte naar de rechter. Ja, en dat was op voorhand nog niet zo makkelijk voor hem. Want eigenlijk biedt de wet niet aan iedereen de mogelijkheid om die erkenning te vernietigen. Om ongedaan te maken, zeg maar. Okay. Maar in dit geval zei die verwekker van nou, deze vrouw die heeft echt misbruik gemaakt van haar bevoegdheid om die andere man toestemming te geven om het kind te erkennen. Want ze wist dat ik het wilde. Ja. Zij niet. En gewoon een vriend van haar, dat mag dan ineens wel. Ja, dus zij is gewoon eigenlijk helemaal voorbij gegaan aan de belangen van die verwekker. En heeft gewoon om te voorkomen dat hij ook überhaupt naar de rechter kon stappen in eerste instantie voor die vervangende toestemming. En uiteindelijk ook van het kind, hè? Ja, en van het kind, absoluut. Ja, ja absoluut. En dus zodoende heeft die verwekker het wel voor elkaar gekregen om die erkenning te krijgen. Van, nou, ik wil toch de vader worden. En de rechter nam het de vrouw niet in dank af dat zij dit op deze manier had gedaan. Sterker nog, er was sprake van misbruik van haar bevoegdheid. Dan krijg je eigenlijk een beetje een rechterlijke tik op de vingers. Ja, want ze is naar de rechtbank geweest. Daar
heeft ze geen nul precest, ja. Ja, precies, bij het gerechtshof nul precest. En zelfs tot aan de Hoge Raad toe heeft ze het verloren. Maar hoe moet dit nou verder? Want het is natuurlijk geen leuke band. Nee, dat kan ik me voorstellen dat het inderdaad niet een goede start is geweest. Maar ja, op die moeder rust wel verplichting ook om de band te bevorderen. En stel nou dat zij zich er toch niet aan houdt. Dat ze zegt van nou, ik leg al die uitspraken van die rechters naast me neer. Interesseert me allemaal lekker niks. Nee, het vonnis treedt in de plaats van haar toestemming. Zo moet je dat zien. Dus zij hoeft niks... Dus het recht wordt eigenlijk boven haar eigen wil geplaatst. Ja, die beschikking waarbij staat van vervangende toestemming. De rechter die geeft toestemming en dat is geldig. Dus daar kan mevrouw dan verder helemaal niks meer aan doen. Nee. En als zij zich niet aan die regels houdt, ja, dan krijg je andere instanties die zich ermee gaan bemoeien. Ja, ja ook. Ja, kijk, sterker nog, als zij stel komt een omgangsregeling en zij houdt zich daar niet aan, dan kan meneer toch weer naar de rechter stappen. Desnoods. Maar wat een juridisch getouwtrek wordt dat voor het kind ook vervelend, toch? Wat gaf ze eigenlijk als grootste reden aan dat ze hem niet als. Ze wilde hem gewoon. Dat was eigenlijk diep van binnen. Ze wilde hem gewoon geen band met hem. Het was natuurlijk een one-night stand. En ik denk dat ze er gewoon spijt van heeft gekregen. En dat ze dacht van, nou ja, ik heb een goede vriend. Hij was ook vermogend, had ik begrepen. Een soort opa-kleinkindrelatie wilden ze dan ook bewerkstelligen. Ja. En ze had zoiets van, kijk, als ik overlijd, dan is die man wel straks bevoegd om te beschikken over het vermogen van dat kind. Ja. Die dat dan weer erft. En ze wilde ook het vermogen veiligstellen. Dus daar zat er toch ook weer een financieel belang bij. Hè? Ja, komt daar ook vaak weer op uit. Ja. Nou, ik hoop dat de schrijvers van GTS ook hebben geluisterd. Want daar kunnen ze vast wat mee. We gaan het hebben over Siewert van Lienden. De Tweede Kamer is namelijk kwaad eigenlijk op hem. Want hij heeft een miljoenen winst te pakken naar aanleiding van de mondkapjesdeal, zullen we maar zeggen. Hij heeft mondkapjes, wist hij natuurlijk wel. Er was een tekort aan mondkapjes. En hij had gezegd tegen de Tweede Kamer van, nou goed, ik weet wel hoe je eraan kan komen. Dat doe ik voor dit en dit bedrag. Kosten voor centen. Dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. En achteraf zegt de Kamer van, ja, we hebben wel heel erg veel betaald daarvoor. Wat gaat er met deze meneer gebeuren? Want hij is natuurlijk ook gelieerd aan het CDA. Ja. Dus dicht bij het vuur, hè, van de Tweede Kamer en bij alle partijen. Ja, het is een hele interessante kwestie die denk niemand ontgaan is de laatste weken. Hij heeft altijd gezegd van, ik doe dit compleet belangeloos. Hè? Ik heb hier geen enkel winstoogmerk bij. Oh ja, en zijn winst zou hij een goed doel geven, toch? Ja, dat was eigenlijk inderdaad allemaal. Hij deed het allemaal voor de goede zaak. Ja. En hij zou er zelf niets aan overhouden. Dat was eigenlijk wat hij in de media ook heel erg propageerde. De redder voor de zorghelden. Hè? Van hier ben ik met mijn mondmaskers. Ja. En toen kwamen we er een jaar later achter dat hij er inderdaad ruim 9 miljoen volgens mij aan overgehouden heeft. Ja, winst, hè? Dus dat is wat hij verdiend heeft. Ja. Netto winst. Ja. De compagnons ook nog 5 miljoen per persoon. Ja. Dus dat geeft wel even een heel ander beeld. En nu wordt er Wat hebben die mondkapjes wel niet gekost destijds? En hoeveel waren het er? Want het waren 40 miljoen mondkapjes. 40 miljoen, hè? Even kijken, volgens mij inderdaad 1 euro of zo. 40 miljoen voor 100 miljoen gekocht. 52 verkocht, bedoel je? Verkocht, ja. Waarom verzinnen wij zoiets? Maar wij waren er nooit tussen gekomen. Want hij zat natuurlijk al bij het CDA. En hij heeft natuurlijk die lijntjes zijn kort. En men denkt natuurlijk ook, hij zit al bij dat. Dat is al wel een goede partij zijn. Dat vertrouwen we wel. Ik denk dat hij inderdaad heel veel gerechtvaardig vertrouwen op die manier geprobeerd op te wekken. Ja. En dat is ook gelukt. Mm-hmm. En er zijn volgens mij natuurlijk een heleboel leveranciers wel gekomen van, wij kunnen dat ook. Maar uiteindelijk heeft het kabinet maar met 3 partijen een overeenkomst gesloten. Waaronder dus met Siewert. En dat is toch wel heel vreemd. Weet je wat ik nou niet begrijp? Hè? Want je kan natuurlijk op AliExpress, was er in die tijd, kon je ook gewoon voor heel weinig mond. Dan denk ik, waarom is er nou niet iemand op het ministerie zegt, weet je wat, jongens, je kijkt even op AliExpress en dan bestel gewoon bij zo'n Chinese fabrikant 40 miljoen van die dingen. Ja, maar dat is de hele wereld natuurlijk ook. Hè? Dus ik weet niet of Ali ze ook nog wel... Ik weet nog wel dat er toen sprake was, we moeten een mondkapje gaan dragen, dat het nergens meer verkrijgbaar was. Toen had ik eens een keer op AliExpress. Daar stonden er natuurlijk wel op. Ik weet niet of dat de 40 miljoen waren, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee. Maar ik bedoel, je had natuurlijk wel zo'n ondernemer rechtstreeks in China kunnen bellen. Ze van, kun je aan die vraag voldoen? Desnoods wachten we daar nog een weekje op. Ja. En dan had je het waarschijnlijk voor een paar cent per mondkapje gehad. Nou, precies. Dus waarom hij er per se zo tussen moest zitten, dat is ook nog niet begrijpelijk. Maar waarschijnlijk omdat het zo gepropageerd is van, ik doe dat gewoon belangeloos. Hè? Non-profit, weet ik wat allemaal. Zo heeft mooi het verhaal eromheen. Ja. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, is van welke overeenkomst ligt daar nu aan de grondslag? Want dat roept Wilders nu ook. Hè? Die overeenkomst die moet nietig verklaard worden. Er moet terugbetaald worden. Maar wij weten allemaal nog niet wat er exact nou in die overeenkomst staat. Ik denk ook dat als je het puur zakelijk bekijkt, het is een bedrijf. Die bedrijf heeft de opdracht gekregen. Die opdracht is getekend. Ja. En daar doe je niets meer aan.
Je kan alleen zeggen, kan je misschien zo'n man nog pakken tussen haakjes dan op zijn uitingen die hij heeft gedaan? Dat het misschien onder van het valse voorwensel is geweest of zo? Ja, nou ja, dat wordt ook geroepen. Hè, dat er sprake zou zijn van oplichting. En ja, of dat in strafrechtelijke zin echt sprake is van oplichting. Ja, dat moet natuurlijk ook blijken. Dat wordt natuurlijk nu vals geroepen. Als de bedragen kloppen en ja, het is gewoon afgesproken met elkaar. Daarom, dan kun je misschien ook richten op het kabinet van waarom hebben jullie dit zo gedaan? Hè? Kijk, en hij, ja, kijk, wat natuurlijk immoreel is, natuurlijk wel verwerpelijk als je heel erg loopt te verkondigen dat je dit allemaal gratis doet. Dus daar zit zeker natuurlijk een punt. Maar is dat voldoende om ook rechtelijk aan te pakken? Dat is nog wel heel vraag. Moeilijk natuurlijk ook, want sommige mensen hebben daar geen actieve herinnering meer aan. Precies, ja, ook dat wordt ook wel een lastige inderdaad. Maar dit gaan we denk ik straks nog een keertje krijgen met al die PCR-testen voor vakantiegangers. Hè? Want ik bedoel, de overheid heeft natuurlijk ook nu commerciële partijen die de PCR-testen doen. Want van de GGD geldt het niet als bewijs. Dus je moet naar een commerciële PCR-test. Er zijn ook bedragen met heel veel nullen. Hè? Daarom. En dat betaalt de overheid natuurlijk ook allemaal. Ja. Dat is misschien ook veel te veel. Wellicht, maar misschien dat er nu wel wat kritischer gekeken wordt naar de overeenkomsten en naar welke partij het wordt uitbesteed. Dus, ik vraag het me af. Soms denk ik wel eens, die geldkraan gaat open in Den Haag en die blijft maar stromen. Ja, dan krijgen we over jaar krijgen we daar de rekening van als burgers. Ja, je weet nog wel, voor de coronacrisis kon er nooit iets. Er was nooit geld ergens voor. Nee, er was geen geld voor. Nee. En als er geld was, dan ging het naar het buitenland. Maar kunnen we deze man strafrechtelijk iets in de weg leggen? Kan die ergens op gepakt worden? Dat vind ik een hele lastige en ook wel heel vergaande uitspraak. Om het oplichting, er moeten toch ook wel echt heel wat... Maar er is geen sprake van oplichting. Nee, want als er gewoon een overeenkomst is. Ik heb wel iets gelezen ook over een convenant wat er ligt. Hè. Dat is het landelijk consortium hulpmiddelen. Daar ligt een convenant waarin staat van dat ondernemers zonder winstoogmerk handelen. Dus dat convenant ligt er wel. Ja. Je weet natuurlijk nog steeds niet wat er aan afspraken ligt. Is het misschien niet iets dat de overheid toch zaken moet doen met eerlijke bedrijven die gewoon transparant handelen en dat dit, gezien de prijzen, dat dit nooit transparant is geweest of dat dit nooit normaal is geweest. Ja. Een mondkapje voor €2,50 dan te verkopen, daar kan iedereen van zeggen, dat is niet zuivere koffie. Kan je misschien daarop gooien? Want dat hoor je ook wel eens. Nou ja, maar dan vraag ik me af of wij dan van Linde aangepakt kan worden. Hè? En of dat dan echt niet meer de fout is van de overheid. Je komt achteraf terug op een overeenkomst. Dat kan natuurlijk niet. Het is al het is je kunt een overeenkomst aantasten. Hè? Er zijn wel, als er sprake zijn... Is met terugwerkende kracht. Ja, zeker. Ja. Maar dan moet sprake zijn van of bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden, dwaling. Dat zijn ook wilsgebreken waarmee je dus wel overeenkomst kan aantasten. Bij meester Frank Visser zie je dat. Heeft iemand een apparaat gekocht voor €5.000... en achteraf blijkt dat ding helemaal niet te werken. Ja. Of blijkt ergens anders vele malen goedkoper te zijn qua componenten die erin zitten. Je mag aannemen dat je voor een dusdanig bedrag dat je dan een hoogkwalitatief apparaat krijgt. En dat is nu niet geleverd. Dus het is een wanprestatie precies. Geleverd. Correct, En dan kun je dat betwisten. Maar dit is wel een hele lastige zaak, dit. Dat denk ik ook. Omdat het ook zo'n groot logapparaat is. Het krijgt vast nog een mondkap en een staart. Goed, dankjewel, Rosanne Dijkstra.